ga vandaag in GTA 5 naar de ruimte toe. Ik heb namelijk op de Maze Bank een enorme grote trap gevonden. En deze trap gaat namelijk naar de ruimte toe. We moeten echt een hele grote trap omhoog gaan. Dus laten we gewoon beginnen met traplopen. Let's go, laten we rennen, want anders komen we er nooit. We gaan namelijk letterlijk met deze trap naar de ruimte toe. En ik ben heel erg benieuwd hoe lang dit gaat duren. Maar als het goed is, moeten er ook checkpoints zijn. Namelijk die zwarte balkjes daar in de lucht boven mij. Daar kunnen namelijk ook voertuigen staan, zodat we met voertuigen naar boven kunnen. Met bijvoorbeeld een motor. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe ver dit is en hoe ver we komen in de ruimte. Maar voordat we dat doen, vergeet even zeker te abonneren op dit YouTube kanaal. Abonneren is namelijk helemaal gratis. En heel veel mensen zijn namelijk nog steeds niet geabonneerd. Vandaar dat het zo belangrijk is. En je mist dan ook niks. En knal op blauw duimpje hoog binnen 3 seconden. Binnen 3, 2, 1. Ja, is het jou gelukt? Dikke show dan jou. Oké, we komen hier aan bij de eerste checkpoint. Namelijk dit zwarte blokje hier voor ons. En hier zijn we even veilig. Want ja, als we hier vanaf vallen van deze trap. Oh, oké, dit is best wel hoog. Dit is nu al heel erg hoog. Nu al. Terwijl dat we nog echt een hele grote trap moeten lopen. Maar er is hier een bewaker volgens mij. Ja, hallo meneer de bewaker. Hoe is het met u? Mag ik er langs? Nee, vriend. Jij komt er niet langs. Huh? Ik kom er niet langs. Oké. Waarom mag ik hier niet langs? Ik wil namelijk naar de ruimte toe. Ik wil namelijk gewoon de ruimte en de sterren mooi kunnen bekijken en zo. Nee, dat mag niet. Dat mag niet? Oké, even kijken of wat niet mag. Hé, ik heb een taser hier. Bam! Miste ik nou? Ik miste. Oh, sorry meneer. Sorry meneer, ik miste. Ik miste letterlijk. Oké, meneer is nu neer. Ja, meneer. Ja, ga maar even op de grond. Ga maar even op de grond. En dan ga ik snel voorbij u. Later. Hé, we kunnen die meneer er ook afgooien, toch? Of niet? Dat kan wel, toch? Of niet? Later meneer. Doei, doei. Later. Oké. En meneer is weg. Ik viel bijna van dat ding af. Oké. Doe voorzichtig. Doe voorzichtig. Franklin. Franklin. Nee. Wat doen we voorzichtig, joh? We moeten nog echt een hele grote trap klimmen. Ik zie daar namelijk ook al de volgende checkpoint. En ik heb namelijk gehoord dat er zometeen ook een motor te vinden is. Alleen er staan heel veel bewakers bij. En die moeten we even uitschakelen. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe ver we kunnen komen straks in de ruimte. We kunnen namelijk letterlijk deze trap letterlijk oplopen. En dan komen we als het goed is in de ruimte. Dat is namelijk tegen mij verteld. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe lang dit gaat duren. Maar gelukkig is de video. Dus als ik nu zometeen klap in mijn handen, zijn we alweer bij de volgende checkpoint. Binnen 3, 2, 1. En ja hoor, hier zijn we. Ja, wat een magie hoor. Inderdaad. Er is inderdaad een motor daar. Kijk, ik zie daar letterlijk een motor staan. Ja, hey mensen, ik heb even een wapen in mijn hand om even te kijken hoe mooi die motor is. Zo, het is echt een mooie motor. En daarmee kunnen we natuurlijk veel makkelijker en sneller naar de ruimte toe. Maar eerst, mannen, zou ik mijn motor mogen pakken? Of is het jullie motor? Ik wil even langs als dat kan. Nou, dan heb je pech, want dat mag niet. Je moet eerst voorbij ons komen, als je de motor wilt hebben. Oké, dat is goed. Hoe kunnen we dat hebben? Oké, wacht. Ik ga even nadenken, hoor. En dan pak ik een minigun. En dan is het klaar met jullie. Knal ze neer. Hoppa, let's go. Hoppa, hij wil opstaan. Maar helaas, jongens, helaas. Haha. Ik krijg wel politie achter me aan, trouwens. Dus ik moet snel wezen voordat er zometeen een politiehelikopter komt en die schiet ons zometeen van de trap af. Dat moeten we niet hebben. Maar oké, dit is sick. We hebben letterlijk een motor. En hiermee kunnen we letterlijk gewoon deze trap letterlijk, ja, oprijden. Waardoor we gewoon echt 10 keer sneller zijn. We zijn echt gewoon 10 keer sneller. Waardoor we zometeen gewoon makkelijker naar de ruimte kunnen. En weet je wat ik straks ook wil doen? Ik wil in de ruimte een ruimteschip hebben. Als dat kan. Of ik wil naar zo'n satelliet toe. En misschien komen we wel aliens tegen. Ja, dat gaat gaaf worden. Tenminste, ik heb ook gehoord dat we aliens gaan tegenkomen. Ja. We gaan zometeen aliens tegenkomen. Als het goed is. Als we niet doodgaan zometeen. En dit gaat echt 10 keer sneller trouwens. Want we zijn er al bijna. Ja. Dit is echt wel cool hoor. Oké. Nee. Hij houdt ermee op. Kom op. Go. Vol gas. We zijn er bijna. Ja, nee. Ik val. Nee. Stop. Dit is even heel spannend. Oké. Gelukkig zijn we... we zijn al heel hoog. Ik zie daar letterlijk al vliegtuigen vliegen. Die vliegen gewoon onder ons al. Maar we moeten nog veel verder. Want we moeten gewoon naar de ruimte toe. Hallo mensen, hallo. Pijnlijk. Het spijt me. Sorry, ik had mijn auto en motor had ik niet goed in bedwang. Sorry, was dat jullie maat? Het spijt me heel erg. Hier, vuurwerk. Bam, hoppa. Sorry meneer. Oh, klaar. Hoppa, zo hebben we dat opgelost. Oh nee, sorry meneer. Taser. En nu is het opgelost. Wat? Oké, meneer, is hij nog... Sorry meneer, ik ga even voorbij u. Ik pak mijn motor weer en we gaan weer omhoog. Kijk, even door het vuur heen. Oké, let's go. Nou, het gaat nu nog best wel makkelijk, moet ik zeggen. Alleen, we vielen bijna ervan af en we vielen bijna letterlijk op de grond. En, oh my god, we zijn al best wel hoog trouwens. We zijn echt al heel erg hoog trouwens. Wow, ik zie de Maze Bank gewoon bijna niet meer. Oké. En we zijn gewoon hoger dan Mount Chiliad op dit moment, volgens mij. We komen namelijk zometeen in een soort van portaal en dan kunnen we hem direct naar de ruimte toe. En ik zie, ja, we zijn boven de wolken al. Flink boven de wolken zijn we.
Oké, hier is gewoon niemand. Zou hier alvast veel te koud zijn voor de bewakers. Oh, daar viel ik bijna. Het wordt weer hier heel erg stijl trouwens. Oh nee, dit gaat zo erg fout zo meteen. Ja, we zijn er bijna. Ik zie het al. Ik zag het zo net. We zijn er bijna. En als het goed is, kunnen we dan in een auto stappen. En kunnen we letterlijk gewoon in een soort van teleportatiemachine. En dan worden we letterlijk geteleporteerd naar de ruimte toe. Ja, mensen, naar de ruimte. En wajo, het is ineens heel snel gegaan. Moet je kijken hoe hoog ik al ben. Ik ben echt flink boven de wolken trouwens al. Moet je kijken dan. En ik ben echt veel hoger dan Mount Chiliad. Ja, en we hebben een helm al op. Al denk ik niet dat onze helm ons gaat helpen als we nu naar beneden vallen. Maar ja, hier zijn we. En dit is wat ik bedoelde met de teleportatiemachine. En ja hoor, het is een feestje. Want ze zijn letterlijk aan het klappen voor mij natuurlijk. Want we hebben het gered. We zijn met de trap naar boven gegaan. Vanaf de Maze Bank. En oh, dit is echt best wel heel erg hoog, moet ik zeggen. Dus ben... Oh, nee, Franklin, wat doe je? Oké, Franklin viel even flauw, denk ik. Want Franklin zou sowieso hebben gedacht, wow, yo, dit is best wel hoog. Maar we moeten niet vallen hier vanaf, want dan zijn we de sjaak. Hey mensen, wat een feestje inderdaad. Ik ga zo meteen naar de ruimte. En dit is het machine, de teleportatiemachine. Hier gaan we keihard doorheen en dan gaan we als een raket met deze auto. En dan gaan we gewoon naar aliens alles. Ik wil eigenlijk wel naar zo'n satelliet of zo. Voordat we hier naar boven gaan rijden, vergeet eerst niet te abonneren op dit YouTube-kanaal. Namelijk Dick 70-80% van de kijkers die deze video's bekijken zijn namelijk nog steeds niet geabonneerd. En dat zijn er echt heel erg veel. Daarom zeg ik het ook zo vaak. En we gaan richting die 100.000 abonnees. En vergeet even zeker niet te smashen op dat blauw duimpje omhoog. Oké, hier gaan we. Binnen 3, 2, 1, go! Let's go! Let's go! Op naar de ruimte toe! Oké, we gaan weer terug. Oké, we doen het even nog een keer opnieuw. Weet je, waarom ook niet? We doen het gewoon even nog een keer opnieuw. Ja, hier gaan we. Op naar de ruimte toe. Vanaf de trap gaan we in deze auto als een raket naar boven toe. En ja, daar gaan we hoor. Ja. We gaan naar de ruimte toe. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit komt te zien. En misschien komen we ook nog wel een satelliet tegen of zo. Oh nee. Kijk. Ik zie daar iets in de lucht vliegen. Is dat nou letterlijk een satelliet? Misschien zitten er wel aliens in of zo. Ja, dat is letterlijk een satelliet gewoon volgens mij, of niet? Oké, we moeten daar zo op een of andere manier komen. Dit gaat echt lang duren, denk ik. Maar ja. Oh, ja. Ja, we zijn er. Nee. Stop de auto. Nee. En... Ja hoor, oké, we zijn er. Oké, even uitstappen uit de auto. Dan gaan we zo meteen weer instappen. Oh, ja, stap uit. Nee. Oh, oké, let's go. We hebben de auto hier geparkeerd en we zijn gewoon letterlijk een soort van bijna al in de ruimte. Maar zometeen wordt het al helemaal donker. Maar ik weet niet wie hier allemaal zijn. Misschien zijn hier wel enge mensen of zo, of aliens of zo. Dus laten we ons wapen pakken en laten we hier naar binnen stormen op een of andere manier. Hoe kan dat? Even kijken. Even zien, kunnen we hier naar binnen? Ja. Oh my god. Dit is gewoon een soort van satelliet gemaakt van containers. Vraag me niet hoe en waarom. Maar deze dingen kunnen letterlijk gewoon open. Wee, yo. Dit is gaaf. Oké, dit is wel heel gaaf. We zijn letterlijk nu in de ruimte. En wat is dat? Dit is letterlijk een alien. Oké, dat is letterlijk een alien. Of niet? Een alien met een heel groot hoofd. Met enge tanden volgens mij. Oké, die gaan we uitschakelen. Let's go. We hebben één alien neer. Holy shit. En, wajo, de alien heeft allemaal eten en zo. Oké, gaaf. Er was letterlijk een alien daar. Oké, misschien zijn er wel meerdere. En hier zijn allemaal gegevens van de politiebureau en zo. Misschien waren ze wel van plan op de wereld aan te vallen van Los Santos. I don't know. We kunnen hier naar beneden. Let's go. Wajo, oké. We kunnen hier naar beneden. Gaat dit ook open? Ja, dit gaat ook open. Er is weer een alien. Schiet hem neer. Let's go. We hebben nog een alien neer. Wajo, dat dit allemaal kan. En... Wow, wat is het allemaal? Dit zijn allemaal geheime, giftige dingen. Oké, laten we dit ding opblazen. Laten we gewoon dit ding opblazen, zodat ze niet onze wereld opblazen. Hoppa, laten we dit allemaal opblazen. Oké, binnen 3, 2, 1. Knal het kapot. Let's go. Wow, wat is er gebeurd? Dat was een hele grote explosie. Er zijn heel veel dingen geëxplodeerd volgens mij. En ik krijg ook politie achter me aan. Nou, succes om mij te zoeken, politieagenten. Kunnen we dit ook allemaal kapot schieten? Ja, het kan ook allemaal kapot. Allemaal kapot maken, dit hero. Gekke satelliet van de aliens. Oh, wat? Oh. Hey, later satelliet. En op dit moment zit ik letterlijk in een ruimteschip. Ik zit letterlijk in een ruimteschip die letterlijk een raket die omhoog gaat naar de ruimte toe. We gaan letterlijk naar de ruimte toe, mensen. Het is eindelijk tijd. We gaan naar de ruimte toe. Let's go. Wajo. We gaan heel snel nu omhoog. Want ik zie die satelliet ook bijna niet meer. Oké, ik ben heel erg benieuwd hoe het er in de ruimte uitziet. Helemaal zwart natuurlijk. Helemaal donker. En helemaal mooi met allemaal sterren natuurlijk waarschijnlijk. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. En het wordt ook al steeds donkerder, zie ik al wel. One eternity later. En ja hoor, hier zijn we in de ruimte. Oh, wajo. En er is hier ook een
een enorm groot parcours. En ik ga deze maar niet doen, want ik ga dan sowieso vallen, of niet? Oh, oké, okay, we gaan het doen. Ja, oké, okay, ik ga vallen. Oh, nee. Wajo, moet je kijken in de ruimte. Wajo, we zijn nu letterlijk in de ruimte. Moet je kijken, het is allemaal... ik zie niet zo heel veel sterren. Ik zie allemaal rook. En ik zie letterlijk de wereld hier. Letterlijk zo'n ronde aardebol gewoon. We zijn letterlijk in de ruimte. Wajo. Wajo, dit is gaaf, man. Wow. We zijn letterlijk in de ruimte. En ik zie letterlijk alleen maar water daar. Of de aarde zie ik letterlijk daar. Wajo. Dit is gaaf. Moet je eens kijken, joh. Heel rondje gewoon, zie je gewoon. De aarde. We zitten in de ruimte. Mensen, dit is gaaf, hé. Wajo, dat dit gewoon kan in GTA 5. Ja, dat hebben we letterlijk gedaan door een trap. En een satelliet natuurlijk. Zijn we ook nog tegengekomen met aliens. Maar vergeet dus zeker niet te abonneren op dit YouTube-kanaal. En knal ik zeker op een blauw duimpje ogen al heb je ervan genoten. En klik snel op een van deze twee video's. Doe het snel!